En samenwerking zonder belemmeringen tussen verloskundigen en gynaecologen is bij uitstek in het belang van de zwangeren. 80% van de zwangeren die in de eerste lijn starten, brengen ergens in de loop van de zwangerschap of tijdens de bevalling een bezoekje aan de tweede lijn. Soms komen ze weer terug in de eerste lijn en soms blijven ze onder zorg in de tweede lijn. In onze samenwerking, in onze poging om kwaliteit te verbeteren, inclusief de juiste zorg op de juiste plek, lopen we tegen de grenzen aan van het huidige bekostigingssysteem. Want zolang je betaalt voor behandelingen en verrichtingen, creëer je belangen bij partijen om behandelingen en verrichtingen bij zich te houden. Of zelfs uit te breiden, ten koste van andere partijen in de ketenzorg. Of erger nog, ten koste van de patiënt. Waardegedreven zorg kan de oplossing zijn voor dit probleem. Waardegedreven zorg zet de uitkomsten voor zwangeren op 1, zet de zorgverleners op 2 en de organisatie en de onkosten, de bekostiging, op nummer 3. Betaal voor kwaliteit. Beloon voor kwaliteitsuitkomsten die behaald zijn. Beloon voor het laten dalen van maatschappelijke uitgaven. In Zwolle zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten die we te doen voor de zwangeren. En hebben we zorgverleners aan de knoppen gezet van zowel kwaliteit als ook kosten. En we merken nu al dat inzage in elkaars situatie leidt tot meer wederzijds begrip. We zijn weer terug met Myrna en Bas. Welkom hier aan tafel. Een thuiswedstrijd voor mij, want geboortezorg. Hè. Ja, het is helder, denk ik, uit dit filmpje waarom. Hè? Waarom moet het? Wat wil je ermee oplossen? Kunnen jullie vertellen wat de aanpak is geweest en de resultaten tot nu toe? Ja, zeker. Graag zelfs. Misschien kun je de eerste dia ervoor eentje terug, alsjeblieft. Ja. Ja, we hebben ons als eerste, als zorgverleners, onszelf georganiseerd rondom de zwangerschap. En dat bestaat uit, die organisatie bestaat uit alle betrokken zorgverleners rondom die zwangerschap zetten. En wat ons project uniek maakt, is denk ik dat eerste tot en met derde lijn is vertegenwoordigd. De eerste lijn natuurlijk, de eerste lijn is verloskundige. Vanuit de tweede lijn de klinisch verloskundige en de gynaecologen. Kraamzorg uiteraard vertegenwoordigd in het team. En de derde lijn via de neonatologen die aan tafel zaten. Dus dat was het team wat sturing gaf en geeft aan ons project. En we hebben ons georganiseerd rondom één ziektebeeld van de zwangerschap. En dat is in ons geval het groep B streptokok geweest. Dat is een bacterie die op zich ongevaarlijk is voor zwangeren. Maar die kinderen ziek kan maken rondom de bevalling. En wat je moet doen om die ziekte bij kinderen te voorkomen is antibiotica. Kan je uitleggen waarom je juist dat probleem hebt gekozen? Hè? Was dat iets wat niet goed ging? Of, ja. Okay. Nou ja, in die zin wat niet goed ging, dat heeft een vrij lange geschiedenis. Mm-hmm. Als zorgverleners wilden we een nieuw protocol introduceren. En onderdeel van het nieuwe protocol was onder andere substitutie van zorg. Dus verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn. En het was een aantal jaren geleden was dat lastig, omdat er financiële belangen waren. Ja. Dus betrokken partijen hadden last van verschuiving van zorg. Ja. En toen hebben we gedacht als kartrekkers, nou dan biedt waardegedreven zorg wellicht een oplossing. Dus we zijn echt vanuit de inhoud gaan denken. De kwaliteit leest de zwangere centraal gezet en van daaruit verder gaan bouwen. En nog even terugkomend op dat ziektebeeld, groep B-streptokok, dus op zich ongevaarlijk voor de vrouw, maar wel potentieel gevaarlijk voor het kind. De oude situatie was dat mensen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn moesten. Voor antibiotica rondom de bevalling. Ja. En als zorgverleners dachten we, nou ja, dat kan in het belang van de patiënt beter. Dat kan anders. Het uitgangspunt wat we vanaf het begin eigenlijk voor ogen hebben gehouden is de best mogelijke gezondheidsuitkomsten per uitgegeven zorgeuro. Dus wat we vanaf het begin geprobeerd hebben te doen is de kwaliteit koppelen aan kosten, aan maatschappelijke uitgaven. En we zien waardegedreven zorg als een goed middel om dat doel te bereiken. Dus nogmaals wat ik net ook zei, we hebben de zwangeren geprobeerd centraal te zetten. Lees de gezondheidsuitkomsten die er toe doen voor de zwangeren. En daarvoor hebben we de ICHOM-set gebruikt, zwangerschap en geboorte. En die kent iedereen, dat is een internationale set. Die is door een aantal regio's vertaald en gevalideerd voor gebruik in Nederland. En die gebruiken wij voor onze pilot. En vooraf
gaande aan ons project hebben we nagedacht welke gezondheidsuitkomsten we willen verbeteren. En we hebben daar een aantal dingen uit deze set uitgenomen. Dat is de prem samen beslissen en de prem continuïteit van zorg. Dus die twee wilden we actief met dit project gaan verbeteren. En daarnaast medische uitkomsten verbeteren door de implementatie van een evidence-based richtlijn. Ja. Nou, dat hebben we op zorgpadniveau uitgewerkt samen met de patiënt en ook partners. En daarnaast hebben we niet alleen gekeken naar gezondheidsuitkomsten, maar ook naar de kosten. En met kosten bedoel ik twee onderwerpen, dus de kosten van zorgverlening en de kosten voor de maatschappij. Dus de uitgaven die de maatschappij moet doen om de zorg te verlenen die wij leveren. En dat hebben we gedaan via de methode TDABC, Time Driven Activity Based Costing. Uiteraard niet zelf bedacht, hè, maar dat is bedacht door Kaplan. Ja, dus. Ik zie hem op de dia staan. Ja. Was dat lastig eigenlijk? Ik hoor daar verschillende verhalen over, hoe ingewikkeld dat nou is. Op voorhand zijn we daar misschien best wel naïef aan begonnen, maar ik vond het meevallen. Mm-hmm. Dus we hebben daar hulp bij gehad trouwens. Dus we hebben niet als zorgverleners... Van wie? Wie heeft erbij geholpen? Een extern consultancybureau Serum. Ja. Die heeft ons geholpen met het doorrekenen van de kosten van zorgverlening, maar ook van die maatschappelijke uitgaven. Uh-uh. En hoeveel sessies hebben we gehad? Ik denk 4, 5. En toen hadden we dat op grote lijnen hadden we dat inzichtelijk. Dus ja. Ik vond het achteraf meevallen. Misschien is het dan leuk om naar de volgende... Ik vraag toch even, want was dat nou niet heel spannend? Hè? Want in je filmpje, jij had het nogal over belangen. Hè? Dat gaat natuurlijk over wie genereert nou de revenue op welk moment. Hè? Ja. En toen ging je daarover in gesprek met die anders belanghebbenden. Ja, sterker nog, dat leidde tot betere betere wederzijds begrip over en weer. Dus we zagen bij elkaar gebeuren wat er financieel ook gebeurt. Oké. Okay. En dan gaat het historische wantrouwen wat je naar elkaar hebt, dat ging vrij snel weg. Mooi. Ja. En dat is het leuke, want wat we dus deden is het eerste, het inhoudelijke stuk, echt op uber detail het zorgpad in kaart brengen. Wie doet wat in de huidige situatie en in de gewenste situatie. En die huidige situatie heb je nodig om de kosten van op dat moment in kaart te hebben. En de gewenste situatie heb je nodig om te weten van oké, hoe willen we het dan gaan doen? Mm-hmm. Zitten we allemaal on the same page? Maar ook tegelijkertijd daar dus dat financiële plaatje overheen leggen van oké, hoe ziet het er dan uit? En want eigenlijk, ik begrijp voor dit ziektebeeld, wil hij gewoon jullie meer laten doen. En dan doen zij minder. Hè? En hoe voer je dan het gesprek over de verdeling van de revenue? Nou ja, hoe gaat dat dan? En dan heb je natuurlijk vooraannames die je maakt. Ja. Hè? Dus je gaat meer doen, dus je mag vast ook meer declareren. Dus je gaat eraan verdienen als wij het naar jou als eerste lijns verloskundige. Want voor alle duidelijkheid, ik ben eerste lijns verloskundige. Ja. En ik werk veel met Isola, maar niet voor Isola. Dus dan heb je het ook over verschillende organisaties. Wil ik daarmee schetsen. Nou, je hebt natuurlijk ook de kraam, dat zijn ook aparte organisaties. Dus je hebt opeens niet zozeer dat er in één organisatie geldend verschuiven. Nee, je hebt dat het verschuift van organisatie naar organisatie. Hoe doe je dat? Ja. En uiteindelijk heeft die doorrekening duidelijk gemaakt dat het niet zozeer is dat degene die het meeste doet, het meeste daaraan verdient. Maar je ziet ook dat niet alleen werkzaamheden verschuiven, maar ook profielzwaarte verschuift. Ja. Dus je case mix verandert. Mijn case mix als eerste lijner wordt zwaarder. En dus zie je dat ik daar meer tijd aan kwijt ben. Ja. Ik zit langer naast deze vrouw. Ik moet er al eerder bij zijn. Ja. Want ze krijgt antibiotica en dat wil je op tijd geven. Dus je ziet ook in de figuur dat je als verloskundige dan in onze regio 50.000 de boot ingaat. Mm-hmm. Om maar even zo te zeggen. Maar tegelijkertijd zie je dat er werkzaamheden volume ook verschuift. Je ziet ook marginaal dat de case mix voor de tweede lijn zwaarder wordt. Dus ook dat heeft effecten. En daarin zie je ook dus dat het ziekenhuis daarin... daar zie je ook een belangrijke kostenverandering. Ja, ja. Tegelijkertijd laat deze figuur ook zien dat maatschappelijk gezien het wel goedkoper is om dit zo te doen. En hoe komen we daar nou? Hè? Want jullie hebben onderling een gesprek. Hè? Ja. En zijn jullie integraal bekostigd in jullie VSV? Dus jullie worden nog ouderwets betaald? Wij worden klassiek betaald. Gewoon DBC'tje en verrichtingen? Yes. Hè? Ja, en dan heb je ook nog de zorgverzekeraar die hier iets van moet vinden. Hoe loopt dat? Ja, we hebben allereerst inzichtelijk gemaakt wat er financieel gebeurt. Nog even een korte toelichting misschien op deze dia. Die blauwe balken, dat zijn de maatschappelijke uitgaven. Dus dat zijn feitelijk de geopende zorgprestaties in de eerste lijn. Ja.
En de geopende DBC's in de tweede lijn. Dat zijn de blauwe balken. Ja. En wat je logischerwijs ziet is meer zorgprestaties, geopende zorgprestaties in de eerste lijn en minder in de tweede lijn. Ja. Met een delta van 30%, of ja. 30.000 euro. Is dit goed nieuws, hè? Ja. Nou, daar kan ik nog iets over zeggen. Ja, doe dat maar. Ja, dus de delta in besparing maatschappelijke uitgaven voor dit project is 30.000 euro per jaar. Mm-hmm. En dat lijkt misschien een klein bedrag. Maar het is ook een klein project. Het gaat om 120 patiënten per jaar. Ja. Dus dat is echt een kleine populatie. Ja. Maar ook voor de Isola, voor het MSB, zie je dat de balans 30.000 euro negatief is. En ook voor het ziekenhuis min 60.000. En je staat dat we zouden kunnen besparen in theorie op kosten, min 55.000. Maar in de praktijk kan het niet, omdat de besparing in kosten betekent een besparing in personeel. Dat is de grootste kostenpost. Ja, en die heb je in dienst. Ja, en die kunnen we niet kwijt, omdat we die nodig hebben voor de acute zorg die we moeten leveren. Ja. Dus we kunnen niet zonder meer het aantal minder geopende dots compenseren door minder personeel. Mm. Omdat we die mensen nodig hebben. Hebben jullie al met de verzekeraars gepraat hierover, over dit dilemma? Ja, zeker. Wat zeggen die? Ja. Zullen we de volgende dia eerst doen? Ja, ja. Okay. Ik denk dat dat namelijk een heel mooi bruggetje is. Kijk, deze dia laat het ook zien. He, die laat die verandering van profiel. En eigenlijk is dat het gesprek wat je moet voeren met de zorgverzekering. Om helder te maken van oké, het is ook iets anders en je doet er ook iets anders voor. De eerste lijn zorgprestatie is een abonnementstarief. Het is dus niet zozeer echt een prestatie op verrichting. Maar wel meer op een abonnement voor een zwangerschap. En daarin zie je dat er met mijn case mix niet rekening is gehouden met deze zorgzwaarte. Nee. Tweede lijn is een DBC, er zit ook een bepaalde zorgzwaarte aan. Nou, dat zijn woorden en dat helpt ook door met CIRM te werken, door het te hebben over dit soort materiaal. Ja, ik ben zorgverlener. Ik praat niet over profielen en ik praat, case mix gaat het nog wel natuurlijk qua onderzoek. Maar voor de rest, jij hebt het over heel veel dingen niet. Nee. Dus het helpt om elkaars taal te leren spreken. Het helpt ook om de taal van de zorgverzekeraar te leren spreken. En we hebben in eerste instantie gezocht naar een oplossing van goh, hoe kunnen we dit oplossen middels bekostiging voor ons. Een stukje compensatie middels Max. En een stukje ook qua Isola, waar mogelijk met transitiekosten en ook voor het project. Want het zijn projectkosten dan natuurlijk. Het is een klein project, dus dat scheelt ook. Maar wij hebben meer dromen. Maar als we het nou gaan doen met alle patiënten? Sorry? Maar als we het nou gaan doen met alle patiënten? Ja, nou, dat want is dit is maar punt. Het begin, begrijp ik. Nou ja, wij hebben nu op dit moment zijn we bezig met twee nieuwe projecten. En dat zijn echt wel grotere aantallen. Ja, daar heb je het al. Nou, dan ga je al snel een kerstboom krijgen als je dit soort oplossingen gaat doen. Ga je een kerstboom krijgen met allerlei verschillende versieringen totdat die instort. En daarin zijn we aan het zoeken naar van goh, hoe kunnen we dat anders doen? Nu in de geboortezorg heb je het natuurlijk heel erg over integrale bekostiging, 9 deeltarieven. Ja, wij vragen ons dan wel een beetje af van goh, is dat inderdaad de oplossing? Hoe moet je inderdaad met 9 deeltarieven gaan werken of kan je ook 1 tarief hanteren? Moet je echt een integrale geboortezorgorganisatie zijn? En de coöperaties worden nu heel erg in de geboortezorg gedaan. Of moet je zeggen van nee, dat kan ook anders. Ja, daar zijn natuurlijk veel wegen naar Rome. Dus een passende rechtsvorm en laat staan bekostiging, daar wordt nog aan gewerkt. Hè? Daar hebben we gesprekken over. Maar dat zijn nog wel wat knelpuntjes. Waarom vind je dit dan toch goed? Wat houdt jou gaande om hiermee door te gaan? Ik denk dat het een andere manier van kijken naar zorgverlening heeft gegeven. De basisdiscussie die vaak tussen verloskundigen en gynaecologen is van goh, vind jij wel belangrijk genoeg wat ik belangrijk vind? Ja. En ook daarin speelt taal een heel belangrijk woord. De hele discussie was natuurlijk in de geboortezorg rondom babysterfte. Wat is acceptabel? En ja, dan komt al snel de babykaart, noem ik hem, naar boven. Namelijk niemand, iedereen wil dat kinderen blijven leven. Ja. En wat dit project heeft gerealiseerd en wat ook komende projecten gaan realiseren, is dat je met elkaar gaat praten, al weet wat je belangrijk vindt, want dat heb je geschetst in die ITOM. Elkaar gesproken hebt, elkaar gezien hebt. Ik heb me laten vertellen dat de neonatoloog, wat natuurlijk het andere uiterste van het spectrum is ten opzichte van mij, dat we elkaar ook veel beter hebben leren kennen en dat zichtbaar was hoe dat gebeurde, toch Bas? Ik vind het enorm zichtbaar. Ja. Het zijn echt twee
volledig gescheiden werelden die bij elkaar komen. Ja. En je zag meteen begrip wederzijds ontstaan tijdens die bijeenkomsten. Nou ja, en dat je wordt aspect... samen verantwoordelijk voor de kwaliteit, straks ook voor de kosten en de bekostiging. En dat creëert gezamenlijkheid. Ja. En jouw patiënten, wat vinden die ervan? Want daar hebben we het voor gedaan. Hè? Je had het over continuïteit van zorg. En ik begrijp, het is er nog niet zo lang en het is nog niet zo groot. Maar kan je wat vertellen over... de eerste reacties van patiënten. Nou ja, wat cliënten, zeggen verloskundigen. Precies, wij zeggen inderdaad graag cliënten. Excuus daarvoor. Dat is inderdaad onze taal. Ja. Wat je ziet is dat natuurlijk voor het hele traject... hadden we al af en toe in de spreekkamer het gesprek... ja, maar het is alleen antibiotica, moet ik daarvoor echt overgedragen worden? Dus dat is een inspirator geweest. En wat je dus nu ziet, is dat mensen zeker op het moment dat ze de vorige keer overgedragen zijn geweest... en nu horen dat het niet per se nodig is, of althans niet op deze reden nodig is... ja, dat waarderen mensen enorm. Ja. Dus de prem-continuïteit van zorgen, hè, die we vooraf bedacht hadden dat we die willen verbeteren. Ja, misschien ook de bevalervaring, dat zit er ook in. Hè? Dus de winst zit heel erg... daarop, hè, en nog niet zo op de medische uitkomsten, want die moet je natuurlijk minstens even goed houden. Ja. Kijk jij daar goed naar mee? Ja, zeker. Ja. Ja, dat is natuurlijk onderdeel van de evaluatie. Ja. Dus de prems en proms zullen we inzichtelijk maken via een dashboard ook. Ja. Dus op patiëntniveau. Maar de medische uitkomsten zullen we zeker monitoren. Ja. En het nieuwe protocol is een jaar geleden ingevoerd en we zijn nu bezig met de eenjaarsevaluatie om te kijken naar die medische uitkomsten. En over de prems en proms, dat is nu nog een stand-alone systeem naast ons EPD. En op termijn willen we dat graag integreren. Dus dat je één dashboard hebt met zowel de prems en proms als ook de medische uitkomsten. Ja. We willen daarin natuurlijk met z'n allen als heel team dat die kwaliteitsuitkomsten en de medical outcome dus hetzelfde blijft of beter wordt. Ja. Even, want dan hebben we nog wat tijd voor vragen uit Zijn ze er, Matthijs? Uit de kijkers thuis, laten we maar zeggen. Wat zijn nou de volgende stappen? Want ik zie eigenlijk de eerste successen tekenen zich af. Hè. Je hebt aanwijzingen dat er netto wat minder kosten worden gemaakt. Lijkt me reuze belangrijk. Er is veel enthousiasme over de samenwerking. En de patiënt, de cliënt, die blijft cliënt. Hè? Dus die vindt het ook mooi. Wat zijn nou de volgende stappen? Want er liggen ook nog wel een paar uitdagingen als ik naar jullie dia kijk. Ik denk in de huidige manier van bekostigingen, dus de monodisciplinaire bekostiging, zijn dit soort projecten op grote schaal niet mogelijk. Nee. Ik spreek voor jou, maar dat ervaren we allebei als een rem op samenwerking. Dus nu word je beloond als partij voor iets wat je doet. Dat maken we ook zichtbaar met deze dia's, denk ik, dat er financiële nadelen zijn. Ja. Voor beide partijen, zowel voor de eerste lijn als de tweede lijn. Ja. Dus daar moeten we met elkaar iets slims op bedenken. Ja, dus eigenlijk niet alleen aan deze, maar ook de vorige tafels hebben we al gehoord dat het betaalsysteem de innovatie een beetje in de weg staat. Hè. Gelukkig proberen we daar in Linien ook aan bij te dragen in werkgroepen, kosten en bekostiging. Maar ik hoor het iedere keer weer en dat onderkennen jullie eigenlijk heel duidelijk. Ja, eigenlijk kun je zeggen dat we worden nu betaald voor wat ons scheidt. En dat zijn die behandelingen en de verrichtingen. Ja. En je zou meer richting betaling van wat ons bindt moeten gaan. Dat is kwaliteit. Ja. Goed, Matthijs. Wat wil men weten van Bas en Mirna? Eigenlijk twee vragen van Jeannette van Kappelenveen. Gaan we een beetje de theorie misschien wel in. Hoe zie je dit project binnen een misschien wat meer stedelijk gebied? Een grootstedelijk gebied zelfs. Als je het hebt over opschalen met meerdere ziekenhuizen, verloskundigen, die misschien ook verwijzen op basis van wensen en op basis van voorkeuren. Hoe denken jullie daarover? Ik denk dat een stedelijk gebied of een groter, want Jeannette zit in de regio Den Haag, weet ik. Ik denk dat een stedelijk gebied en juist inderdaad met verschillende ziekenhuizen werken, dat het niet belemmerend hoeft te zijn. Uiteindelijk wat wij doen heel erg is bij het meten van de prems en de proms, dat doen we vanuit de cliënt, de patiënt. En het is ook de data van die persoon. Dus je zou in theorie kunnen zeggen dat die persoon ook de data beschikbaar kan stellen aan de zorgverlener waar die persoon op dat moment onder zorg is. Dus dat is geen belemmering. Ja, ik zie eigenlijk geen idee over wat nog meer een belemmering zou kunnen zijn. Nee, ik zie het ook niet. Ik denk dat in de stedelijke gebieden dat men het op dezelfde manier kan aanpakken als wij doen. En moet iedereen dan mee? Hè? Want even, dat is misschien flauw, maar er is in Zwolle maar één ziekenhuis en dat is groot en sterk. En er zijn, weet ik veel, hoeveel verloskundige praktijken zijn. Genoeg.
Veel. Ja. 17? Is, ja, zo'n 18. Ja. Dus is dat anders in Den Haag of Rotterdam? Hè? Daar hebben we binnen toch beperkte afstand hebben we meerdere ziekenhuizen. Die willen allemaal graag mooie dingen voor cliënten doen. Mm-hmm. Is dat niet anders een beetje? Nou, dat is misschien wel een grote meerwaarde van dit soort projecten. Uiteindelijk wat we willen is uitkomsten zichtbaar maken voor de, ja, voor de zwangere. Ja. Waardoor de zwangere de keuze krijgt naar welk centrum ze wil. En dat zal centra van elkaar kunnen leren. Ja. Dus als wij het minder goed doen dan Amersfoort bijvoorbeeld, dan ga ik naar Amersfoort doen. Ja. Om daar te kijken hoe wij het beter kunnen gaan doen. Dus de keuzevrijheid, dat wordt wel eens gezegd door partijen, dat de keuzevrijheid kan afnemen. Maar je kunt ook het tegenovergestelde denken en dat het juist toeneemt. Ja. Met name als uitkomsten zichtbaar worden. Ja. En ik denk juist als het gaat om de uitkomsten. De keuzevrijheid wordt eerder belemmerd door financieringsstructuren en rechtsvormen en dat soort dingen. En daar moet je creatief over nadenken. Maar ik denk dat als je puur kijkt naar het waardegedreven stuk, zeg maar. Dus de inhoud van de zorg en de organisatie daarvan, dat zou niet moeten hoeven belemmeren. Hey, het is mij ook heel duidelijk dat jullie ontzettend bevlogen zijn. Maar ik weet dat er heel veel gynaecologen zijn in Isala. Er zijn nog veel meer verloskundigen rond Isala. Mm-hmm. Wat vonden die hiervan? En hoe heb je die meegenomen als dat nodig was in dit traject? Ja, eigenlijk was iedereen wel enthousiast. Alleen maar enthousiast? Ja, nou ja, zijn weinig moppers gekomen. Ja. Nu zijn er natuurlijk wel als je iets begint, dan heb je altijd wat te mopperen. Ja. En terecht. Ja. Ik mopper namelijk zelf vrolijk mee. Ja. Dus je hebt het over het meetinstrument van de prems en de proms. Dat is een dashboard. Ja, dan moet je uitvogelen. Hoe moet je erin en hoe werkt het dan? En nou, dan mopper je weer een beetje door. Dan gaat de maker het nog weer beter maken. En dan heb je weer wat minder te mopperen. Ja. Zo werkt dat. Hè. Verandering geeft altijd wat wrijving. Maar in basis. Ja, eigenlijk is iedereen wel enthousiast. Omdat het gaat om de kwaliteit. Ja, ik denk wel als we gaan opschalen in het huidige bekostigingssysteem, monodisciplinaire bekostiging, ja. En we gaan dit vertalen naar 5000 zwangeren, dan gaan de partijen gaan de moppen. Ja. Ja, ja, dus daar moeten we met elkaar wel iets slims op bedenken. Ja, tegen die tijd moeten we misschien toch wat oplossingen voor je dia hebben, want zo zie ik dat ook. Hè. Ieder ziekenhuis heeft wel van die early adopter zorgstraten. En dat is vaak een klein deel van de patiënten. Hè. Niet altijd, maar vaak wel. En vindt iedereen het prachtig. Maar als het straks toch echt grote verschuivingen in de opbrengsten gaat brengen in het oude stelsel, dan krijg je misschien toch een andere discussie. En dan denken Mirna en ik wel actief na met anderen en hoe we dat kunnen oplossen. Ja. Dus we laten niet anderen voor ons bedenken. Maar we proberen echt wel zelf ook in gesprek met Zilveren Kruis. En met de ziekenhuizen om daar oplossingen voor te bedenken. Ja. Ja. Nou blijven ons ook als Linnaean Initiatief voeden met jullie ervaringen en expertise, hè, in de relevante werkgroepen. Matthijs, zijn er nog andere issues uit het gehoor? Nou, ik heb zelf eigenlijk ook nog wel weer een vraag. Dat kan ook. In de vorige ronde hebben we Freya gezien, we hebben Hemato gezien. Ik was ook wel benieuwd hoe jullie patiënten bij jullie traject hebben betrokken en wanneer, in welke vorm. Ja, we zijn, dus we hebben als eerste natuurlijk als zorgverleners het onderwerp bedacht. En de uitkomstenset werd ons gegeven door de iJOM. En die hebben we lokaal getoetst en gespiegeld aan de patiënten. Dus we hebben een sessie gehad, ik dacht 1 of 2, met een vertegenwoordiging van de patiënt met partner aan tafel. En daarna gedacht, is de set compleet, moeten er dingen bij en moet het anders? Ja. Dus dat was bij de opzet van de pilot was dat. En stel, er komen uitkomsten, dan zullen ze uiteraard aan tafel komen om die uitkomsten te evalueren op metaniveau en om bij te sturen op uitkomsten. En daarnaast hebben we ook het zorgpad zelf, hebben we niet helemaal eerst uitgewerkt, maar hebben we eigenlijk halverwege, toen een beetje de contouren zichtbaar werden van goh, wat zijn gedachtes, wat zijn de keuzes in de zorgpaden die we moeten maken, hebben we ook gezegd van deze keuzes liggen er, wat vinden jullie nou belangrijk, waar moeten we over nadenken en hoeveel prioriteit moeten we in bepaalde dingen stoppen. Dus daarin hebben ze meegenomen. En ze zijn ook betrokken geweest bij inderdaad, we zijn nu ook bezig, dat doet de techniek. Met het dashboard, om daar dus inderdaad ook een cliënt- of patiëntenvariant van te maken. En daar worden ze ook in betrokken, hebben we begrepen. Dat organiseren dan wij niet specifiek, maar dat gebeurt wel. En ook Faros is bij iJOM betrokken geweest. En bij het valideren van die vragenlijsten voor ook laaggeletterden.
Juist om daar ook een brug naartoe te slaan. En zij zijn ook betrokken geweest bij die dashboard gebeuren. Dus de vragenlijsten die we gebruiken, die zijn aangepast aan de hand van input van Faros. Dus aangepast aan lage letter. Heel mooi. Ja, we naderen het einde en ik vind het ook een hele mooie afsluiter. Want de patiënt die soms cliënt heet, maar toch gewoon dezelfde persoon is, daar gaat het allemaal om. Dus die moeten we altijd blijven betrekken van begin tot en met het eind. Hoe uitdagend dat soms ook kan zijn. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor deze bijdrage. Ook dit was een mooie tafel en ook dank aan de panelleden van de andere drie tafels die we hebben gezien. Dan wel fysiek en op afstand. Dit is het einde van het plenair programma, maar u kunt zoals gezegd kunt u nog praten met de mensen van de vier tafels. Die zitten in vier aparte digitale kamers. En hoe komt u daar nou? Als u teruggaat naar de pagina waarop u binnen bent gekomen, dan ziet u een tab receptie. Daar zie je weer een andere link, daar moet je op drukken. En mij is verzekerd dat het daarna allemaal vanzelf gaat. Dus u bent daar zeer van harte welkom om na te praten en vragen te stellen. Vult u ook alsjeblieft de evaluatie voor ons in. Dat helpt ons om de volgende aflevering nog beter te maken. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar verbetering altijd mogelijk. En dat is op 11 februari, want dan bezoeken wij Santillon. Zelfde tijd ongeveer, 11 februari. Hartelijk dank iedereen die op afstand heeft meegedaan voor uw aanwezigheid en uw bijdrage.